En nou zien we erop vandaag voor mijn ontbijtje. Is ingericht aan de hand van casuïstiek. En eigenlijk is dat de manier waarop we werken. Wij vinden het heel erg belangrijk dat we vraaggestuurd werken. We hebben ontdekt dat op het moment dat je het over technologie hebt en je pakt een doos uit met apparaatjes erin, dat haast iedereen in de zorg achteruit gaat zitten en zoiets heeft van wat moeten we ermee. Maar als je mensen uitnodigt om een probleem te definiëren, iets te zeggen over wat ze nou meemaken, waar ze zorgen over hebben, en vervolgens probeer je dat op te lossen met technologie, dan zit er iedereen ineens op het puntje van zijn stoel. Wat we hebben gemerkt is dat je technologie, daar kan je over praten, maar eigenlijk moet je het gewoon voelen, vasthouden, mee proberen, testen, laten vallen, aanruiken, om er gewoon een lekker gevoel bij te krijgen. Wat we gedaan hebben is, we hebben een casus geschreven over mevrouw van Oudenaarde, met alles wat ze mankeert en waar ze problemen mee heeft, maar ook rekening gehouden met de omgeving, haar dochter, die ook zorg heeft over het functioneren van mevrouw van Oudenaarde. Naast dat het belangrijk is dat producten nuttig zijn en goed functioneren, is het misschien ook wel minimaal zo belangrijk dat ze leuk zijn. Want anders zouden we ze nooit kopen. En daar gaan we natuurlijk wel met z'n allen naartoe. Mensen moeten zelf spullen gaan aanschaffen. En daar kunnen we wat voorbeelden van laten zien die we inmiddels hier hebben staan. En die aansluiten ook bij problemen die er zijn binnen de zorgverlening bij Laurens. Een leuk voorbeeld daarvan is de Obli. Die mensen stimuleert om geregeld te drinken. Want vochtinname is een groot probleem bij ouderen die zelfstandig thuis wonen. Het apparaat geeft aan dat het weer tijd wordt om voor wat te drinken. Ik neem een lekker glaasje water of oranje. En ik zet hem terug. En het apparaat geeft aan dat ik vandaag nog het een en ander te drinken heb. Maar ik ben in ieder geval al op de goede weg. Proost. Natuurlijk is het niet zo dat iedereen gebaat is bij technologie die je daadwerkelijk in je handen kan hebben. Soms is het gewoon handig als er iets is wat passief bewaakt, waardoor je toch veilig kan voelen. Dat kan door middel van slimme sensoren. Er zijn systemen die ervoor zorgen dat je leefstijl wordt bewaakt en afwijkingen daarin op een gegeven moment worden geconstateerd, zodat hulpverlening goed kan ingrijpen op het niveau wat je nodig hebt. Maar dat ook zeg maar, je familie weet, van bent u veilig opgestaan, op tijd ontbeten, nou, allemaal dat soort dingen zijn door sensoren mogelijk. Maar ook valrisico kan beperkt worden door het op tijd te detecteren. Slimme sensoren kunnen een oplossing zijn in de thuissituatie en het langer zelfstandig thuis wonen mede mogelijk maken. Nieuwe technologie hoeft zich echt niet te beperken tot producten met ingewikkelde snoeren, draadjes en techniek. Het kan evengoed een hele slimme brandblusser zijn. Ja, dit was het. Ook aan de gastvrijheid van mevrouw Oudenaarde komt een eind. Maar u bent natuurlijk altijd van harte welkom. En als je nou een leuk product op het oog hebt, of gewoon eens wil komen kijken hoe dat nou eigenlijk allemaal werkt, neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens. En dat is prima. Beam me up.